En we zijn een jongen van Turkse afkomst. Hij woont nu 6 jaar in Nederland. En 6 of 7. En hij heeft zich de hele week bezig gehouden met iets wat hem al langer bezighoudt. Hij komt dus nog niet, ja, woont dus niet zo heel lang in Nederland. En hij heeft heel erg gemerkt wat het verschil is tussen een Turk die in Turkije woont en een Turk die in Nederland woont. En hij maakt zich ook nogal druk over de manier waarop er nu de islam in het nieuws is en hoe we daarmee omgaan. Hij heeft daar een filmpje over gemaakt. Aan het einde van het filmpje ga ik jullie 3 vragen stellen en ga ik jullie even in groepen verdelen. Dat ga ik zo doen. Ik laat eerst even het filmpje zien. En nou ja, goed, punt even, ja, dan wil ik me in ieder geval vast even verontschuldigen. Hij is denk ik iedere dag tot 1 uur of 3, 4 s'nachts bezig geweest om dit filmpje te maken. Hij is hier iedere dag vroeg geweest en vervolgens pas laat weggegaan. Ik moest hem bijna de deur uitzetten. En hij had ook vrijgevraagd voor vanavond. Alleen de collega met wie hij had geruild, die heeft een ongeluk gehad. En vandaar moest hij toch gaan werken. Hij heeft een vast contract. Dus hij vond het heel erg jammer om dit niet te kunnen doen hier. En nou goed, aan initiatiefnemers in de wijk, als je het een interessante gespreksvorm vindt zoals we dat daar doen. Ik heb hem wel voorgesteld van, mocht er nou iemand enthousiast op reageren, dan wil ik wel kijken of we dit nog een keer kunnen herhalen. Als hij er wel zelf bij kan zijn. Last 2 questions, the lady over here. Right. I've been told that women in Islam wear a veil because in this way men will treat them respectfully. But I see the veil as a form of oppression because why should they have to cover themselves because of the weakness of men? Shouldn't they be treated with respect regardless? Could you please explain the veil, and did Mary have to wear a veil? Madam, your Bible says, your holy Bible says, you know, Paul is telling you that the woman must cover her head, that the woman who doesn't cover, shave off her hair. Your Bible says that. The woman who bears her hair says, shave them off, shave it off. That's what the Bible says. And you woman, your Bible says she must not be allowed to open her mouth in the church. But that's your churches, they don't believe all that. And your people don't believe in that. So you are inviting trouble. You know, because of this, in America, in New York, no woman is safe after dark. No woman is safe in France. During daytime, women have been raped in the street, and people just walk by, looking the fun. Say, well, maybe they're enjoying themselves. Woman is being raped. No. I said, you are inviting it. Look, this modesty, the nuns, Roman Catholic Church, nobody gives them a second look. If Mary, the mother of Jesus, came along, you won't give her a second look. But my dear sisters, those women on your Gold Coast at Scarborough and all that with bikinis and tangas and G-strings, look, sure. It's attracting, look, even an old man like me, I tell you, my brother. Dit is respect voor elkaar, want nogmaals, een hoofddoekje is respectloos, is anti-vrouw, is een teken van gevangenschap van de vrouw. En wij vinden dat dat niet in Nederland thuis hoort. En de hoofddoek willen we niet verbieden, maar willen we ontmoedigen. En daarom dat we dit voorstel hebben gedaan. En juist omdat we dat niet doen, ik zei het al in mijn termijn, het leidt alleen maar tot een straatbeeld en een cultuur van islamisering die juist begint te lijken op die landen waar heel veel mensen zich niet thuis voelen. Je moet eens vragen aan heel veel mensen, mevrouw Halsema, wat ze vinden als ze in Nederland over straat lopen, als ze boodschappen gaan doen in de supermarkt, als ze op zaterdag over straat lopen en dat ze in sommige steden, in sommige wijken alleen maar van die hoofddoekjes zien. Dat is iets on-Nederlands, dat is iets vrouwonvriendelijks en daar ergert men zich terecht blauw aan en wij willen dat verminderen.
öldürür mü? Öldürmez. Bugün Irak'ta, Suriye'de, daha diğer yerlerde Müslüman Müslümanı öldürüyor. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey? Yok. Mijn hoofddoek, ja, is gewoon omdat het is een plicht in mijn geloof. Het beschermt mij, het scheidt mij van de rest. Zodat als iemand mij ziet, gewoon weet dat ik gewoon een moslima ben. Mensen respecteren mij. Dus mannen komen niet zomaar mij lastigvallen. Dus het is gewoon een bescherming. Ik wil zeggen over de islam, ja, ik heb er niks mee. Want als ik zie wat er om me heen gebeurt en als ik naar de opsporing kijk, dan zie ik daar alleen maar buitenlanders. En dan kijk ik nog eens een keer naar de ISIS. Ja, dan vermoorden ze kinderen, ze hakken koppen af. Ja, en daar ben ik fel op tegen. Dus daarvoor denk ik over, ja, waar praat je over? Over een geloof? Totaal niet. Ik ga met alle mensen hier gewoon goed om. Maar het gaat bij mij alleen nog om de criminaliteit die er is. Ik wil daar ook wel zeggen, ik ken een hoop personen die gaan, die staan ook niet zo goed. Het zijn ook een beetje criminelen, hè? En die gaan ze toch naar de moskee. Ik denk, ja, waarom doe je dat? Hè? Ik bedoel, dat slaat allemaal nergens op. Dan denk ik in mijn eigen, ja, wat moet je nou in een moskee doen? Als je mensen loopt te bedriegen en te besodemieteren. Şimdi İslam'ı Hollanda ülkesinde Türk toplumu olarak söylüyorum. Ben ve benim etrafımdaki dostlarım gerçekten saygılı, sevgili bir şekilde Allah'a ibadet olarak, sosyal yardımlaşma olarak gerçekten biz güzel yaşadığımıza inanıyoruz. Mesela örnek verebilirim. Benim Hollanda'da yaşadığım sürece bir gün cezaevim olmamıştır. Bir insanla kavgam olmamıştır. Ya ben bilmiyorum. Ben ve çevrem gerçekten İslam'ı güzel yaşamaya çalışıyoruz. Ja, wat ik kan vertellen is dat ik in de loop der decennia wel volledig heb zien veranderen in Nederland. Zeker Rotterdam Zuid is. Ja, vroeger zag je nauwelijks iemand van een andere cultuur. Dus de hele wijk is gewoon veranderd. Het is een andere samenleving geworden. İslam dini güzel dindir. İslam bugün bütün kötülükleri yasaklamıştır. İslam dini iyiliklerin, hoşgörülerin dinidir. Fakat biz Müslümanlar İslam dininde tam bilgilerimizin olmadığından dolayı yanlış tarif yoldan gidiyoruz. Volgens mij 20 van die interviews gemaakt en hij heeft ook, nou ja, daar heeft hij selectie van gemaakt. En eigenlijk na al die interviews had hij eigenlijk 3 vragen. En ik wil jullie even in groepen verdelen, dus deze groep is goed. En als jullie even bij dit groepje zouden kunnen gaan zitten. We hebben een aantal antwoorden op onze vraag. Dat was of moslims zich in Nederland goed gedragen. Ja, gaat zo op een goede manier met hun geloof om. Dat dan? Ja. En wel een aantal antwoorden is, je kan niet bepalen hoe iedere moslim hiermee omgaat. Hou vast geloof dat je de goede dingen eruit haalt voor hun leven. Zelf goed omgaan met het geloof, wie zijn wij dan om erover te beoordelen? Dit kunnen wij niet beoordelen, hangt van de persoon af, per persoon verschillend. En gaat iemand met een ander geloof wel goed met zijn geloof om dan? Dat was hem soms tegen.